Ja, we hebben hier in de studio 4 mensen en dat is heel bijzonder, want het gaat over Noah. Noah zit in de rolstoel. Noah is 8 mei 2004 geboren. Mama Luzette, oma Geertje en zus Enia. Luzette, ik begin met jou als moeder. Wanneer en hoe kwamen jullie te weten dat er iets mis was met de ongeboren baby, Noah dus? Nou, ik had eigenlijk vanaf het begin dat ik zwanger was, dag 1, had ik eigenlijk altijd al het gevoel, er is iets mis mee. Maar goed, je zegt dat natuurlijk niet. En waarom? Dat kan je niet verklaren. Dat is, op een gegeven moment, dat is een gevoel en dan noem het een moederinstinct. Ik kan het niet verklaren. Het was gewoon eigenlijk heel sterk van, er is iets mee. En op een gegeven moment, nou, je zegt niks en je houdt het voor je. En dan later toch bij de verloskundige van, nou, ik denk dat er wat mis is. Nee, dat denken de meesten met een tweede. En op een gegeven moment krijg je 20 weken echo en dan bleek dat het heel erg mis was. En toen zijn we meteen doorgestuurd naar het WKZ en dan bleek dat je een ernstige hersenbeschadiging had. En dat werd eigenlijk alleen maar erger en erger. Elke keer dat we erheen moesten, nou, hij heeft dit erbij, hij heeft dat erbij. Dus ja. Wat erg. Ja. En wat doet dat met je? Ik had misschien het voordeel dat, of hoe noem je het, een voordeel, van ik heb het eigenlijk altijd al geweten. Dus ben er al een beetje naartoe gegroeid, maar als op een gegeven moment een arts dat tegen je zegt, dan schrik je toch heel erg. Dus ik was echt van, nou, ik heb een dag lang heb ik gehuild en toen was het over. Toen van, oké. In principe had jij het al geaccepteerd? Ik had het eigenlijk al geaccepteerd. Het was voor mij, het was gewoon bevestiging van mijn gevoel. En op een gegeven moment ga je gevoel van, nou, als het dan maar niet dit is. Of het dan maar niet dat is. Maar goed, Het was zo erg. Welk advies kregen jullie? Het advies was, het was beter om hem weg te laten halen. Hij zou zo gehandicapt zijn, hij zou eigenlijk niet levend ter wereld kunnen komen. En als hij levend geboren zou worden, nou, dan zou het voor eventjes zijn. En dan zou een kastplantje zijn, er zou niks kunnen, hij niks. Dus haal maar weg. Dat was het beste advies. Ja. En? Nou, dat is nog ineens anders opgekomen. Dus daar hoef ik niet over na te denken. Nou, die komt er en we zien hoe het gaat. Want hetzelfde gevoel dat ik had van, er is iets mis bij mijn kindje, had ik ook een gevoel, hij komt thuis en hij laat mensen voor verbazing staan. Ja, werkelijk. Echt, dat heb ik altijd gezegd, van, hij komt thuis. Laat hem lekker aan toeteren. Geertje, jij als oma, ze heeft het natuurlijk met jou erover gehad. Ja, ik was erbij toen die echo gemaakt werd. Dus, en dan denk je, nee, hè, wie is wat mis? Ja, want die hersenen kon je het ook echt aanzien. Maar ze zeggen, gaat iemand erbij halen, want er zit iets in het hoofd wat er niet hoort. Ik denk, verschrikkelijk. Ja. Dus ik vond het heel erg. Ik vond het zo erg. Ik denk, dat zij dat mee moet maken. Denk je, een jong gezinnetje. Ja, je vindt het eerst leuk, je kreeg er weer een kleinkind bij. Ja. Maar ja, denk, nou, jong gezin en leuk, tweede kindje. Dus laten die maar lekker ervan genieten. En dan hoor je dat. Dan denk ik, ik vond het echt heel erg. Dus gelukkig nam Luzette het heel gauw op. Maar het komt heus wel goed. En zo zijn we er toch ook naartoe geleefd. En dan komt de bevalling. En ik was erbij. En wat ik niet leuk vond, maar ik denk, gaat om dus te steunen. Ja. Nou, en toen komt hij te wereld. Nou, hartstikke mooie jongetje. Denk je, misschien hebben ze toch nog wel mis. Want ik zag niks aan hem. Dus als het van tevoren niet geweten had, dan denk je, nou, daar is er helemaal niks mis met dat kind. Nee. En dus, hoe ging het toen, Luzette? Noah werd vrij snel meegenomen. Er werden echo's gemaakt van zijn hoofd. En ik heb hem eigenlijk niet meer gezien. En wat ik gehoord heb, mijn moeder mocht hem eigenlijk vasthouden van, hou hem maar lekker bij je, want het duurt niet lang meer. En ik ging op een gegeven moment naar de OK en ik ben daar later teruggekomen. En ik zei, toen zei ze van, wil je babytje bij je? Ik zei, nee, ik zie het morgen wel. Ik zei, ja, dus ik was nog steeds van hem overtuigd, dat kon goed. Dus ja, zo is het eigenlijk. Ik ben niet meer bang geweest. Ik was heel rustig. Dat komt goed. Dus, we maken een hele sprong, want je hebt gelijk gehad. Hij bleef leven. Ja. Zonder ondersteuning? Zonder ondersteuning. Niks. Hij heeft niks extra's gehad. Zijn scores waren nog beter dan mijn oudste zoon. Hij at gewoon zelf. Hij deed alles zelf. Ik zag altijd uit die 20 weken echo die ik gehad had. Hadden we in eerste instantie niet geweten. Totdat een kindje zijn eigen gaat ontwikkelen. En dan zeg je van, goh, hij is misschien wat laat. Of, ja. Hè? Want toen werd het wel duidelijk. Dan werd het duidelijk. Maar in eerste instantie hadden we het misschien nooit geweten. Of we die echo niet gedaan hadden, hadden we het nooit geweten. Want hij deed alles prima. Eten prima, slapen prima. Alles. Is mogelijk, ja? Hè? Ja. Ja. Dus de bevestiging voor jullie van, gelukkig hebben we hem wel laten komen. Ja, ja. Flinke stap. Wat is er allemaal mis?
Wat is er allemaal mis? Nou, Noah die mist een heel groot gedeelte van zijn hersenen. Hij heeft nog maar 25% hersenen. En de rest wat hij heeft is bloed en vocht. En de structuur van zijn hersenen is niet goed. Hij heeft problemen met zijn ogen. Dat hoort dan bij wat hij heeft. Hij heeft dus twee nieuwe lenzen heeft hij in zijn ogen gekregen. En ja, dat is het eigenlijk. Ja. Dus, ja. Ja, maar er is natuurlijk vanuit wat die hersenen moeten doen. Ja, hij kan natuurlijk niet lopen, hij kan niet zitten, hij kan eigenlijk niks zelf. Nee. Dus dat, nee, wat betekent dat voor jullie gezin? Wat is er in huis bijvoorbeeld allemaal? Alles is aangepast. Ja, we gaan even naar het filmpje kijken, want we hebben het ook mogen filmen. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. En als je het ziet, dan mag je vertellen wat je ziet. Ja. Nou, dit zijn de foto's van Noah's hersenen. Je ziet dus al het zwarte, dat is dus bloed en vocht en structuren, de kronkeltjes die je ziet. Nou, dat moet eigenlijk overal zitten, dat zit er dus niet. Dus ja, dat zijn een paar foto's van hoe onze hersenen er van binnen uitzien. Maar we hebben ook een filmpje gemaakt dat hij aankomt, want hij gaat elke dag naar school. Naar school, hij wordt gehaald met de taxi, wordt hij gehaald en dan... Dan komt hij aan. Komt hij thuis uit school. En dan komt hij naar huis, naar binnen toe. Alles is gelijksvloers, dus we kunnen zo naar binnen toe. En dat is papa Alfred. En dat is papa die hem uit de bus haalt. En hij heeft hier een spraakcomputer. Er zitten vakjes in. En elk vakje wat hij dan aanraakt, daar heeft de juf wat op ingesproken. En op zijn manier vertelt hij dan wat hij gedaan heeft op school. Ja. Ja, en dat is dus in zijn rolstoel, dat is de tilzak. Dat is een zak waar hij op zit. En dan kun je dus met de tillift, kan je Noah dus uit zijn rolstoel hijsen. Kijk, dat is de tillift. Ja. En dat, daar hangen we de tilzak aan. En Noah vindt het heel erg leuk om zelf te helpen op de knopjes. Dat is gebaar voor help. Als hij dat op zijn wangetje doet, dan... zag ik vanmorgen inderdaad. Ja, hij zei tegen mij... wil je me helpen? Was leuk, want hij had mij ook geaccepteerd. Oma Emmy zijn. Jullie hebben hem natuurlijk een hele tijd zelf kunnen tillen. Maar dan komt er een moment, dan gaat dat niet meer. Nee, Noah wordt voor mij in ieder geval echt te zwaar. Hij is ook vrij lang natuurlijk. Dus hij is bijna net zo lang als mij. En hij is goed zwaar. Hij geeft natuurlijk niet mee. En zodoende gaat hij bij mij dus overal in de tillift. In de schommel, in zijn rolstoel, in bad. We zullen het straks allemaal zien. Maar hij heeft er ontzettend veel lol in. Noah is altijd blij en gelukkig. En als hij behalve aandacht, nu. Ja, maar nou heeft hij dus geen aandacht. Noah die wil echt aandacht. Ja. Dit is dus zijn... Dat is Noah's slaapkamer is dat. En hij heeft een speciaal bed. Een hoog-laag bed. Ik kan met een knop bedienen en dan kan hij omhoog en omlaag. Dus Alfred heeft hem wat hoger dan mij staan. En dat... Dat is zijn bad. Precies hetzelfde verhaal. Zijn bad kan vanzelf omhoog en omlaag. Of hem dan in kunnen doen. En dat doe je ook met de tillift. Gaat hij met de tillift erin en er weer uit. En dit is opa. Dat is ook nog dat een is mooi opa. Verhaal. Dat is een heel bijzonder verhaal. Het waren natuurlijk twee maatjes en opa is net overleden. En sindsdien praat Noah op zijn manier met opa via de foto. Dus dat is heel erg, heel grappig. Roept hij opa en wil die opa in bed hebben. En dan... Dan zeg ik van, wat wil je vertellen tegen opa over school? Dan zegt hij, En is ja. Dus dan zeg ik van, nou opa, nou is in school geweest. En dan gaat dat door. Dus ja, dat zijn manieren. Zijn dat, van die rituelen heeft hij, die moeten dan echt... Ja. Noah kan ook paardrijden. En dan is de vraag, hoe zijn jullie daartoe gekomen? Oh, we liepen in Amersfoort en we kwamen ook een gehandicapt meisje tegen. En ze kom je aan de praat en van, die zit op paardrijden. Ik zeg, nou, dat zou het zijn voor Noah. Toen hebben we contact opgenomen met Sonja van Happy Riders. En we konden eigenlijk meteen terecht. Ja. En hebben we gedaan. We zien hem straks ook rijden. Ja, hij is nu een jaar daar aan de gang en dat is gewoon super. Want sinds dat hij paardrijdt kan hij ook fietsen. Hij fietst nu op de Trappenberg, een speciale fiets. Nou, klaar. En dat is eigenlijk sinds het paardrijden. Zo goed als paardrijden. Maar bovenal dat hij het heel erg leuk vindt. We gaan even kijken naar het paardrijden. En dan kun je vertellen wat je allemaal ziet. Het paardrijden doet hem ook echt goed, hè? Het paardrijden doet hem echt heel erg goed. Dat, we kunnen dat even is gaan Sonja. Luisteren naar het interview, denk ik.
Dit is Sonja? Dat is Sonja, dat is, die hebben we begeleid. Ja, die heeft ook opleiding gedaan om speciaal met gehandicapte kinderen te werken. Je ziet hem gewoon genieten. Voor lichamelijk zie je hem ook gewoon vooruit gaan. Hij steeds sterker wordt, beter rechtop kan zitten. Zijn benen ook steeds meer kan spreiden. En als je al in beelden hebt hoe die hij op het paard zit, dan genieten we eigenlijk met z'n allen mee. Zo leuk vindt hij het. En zo geluk geeft het. Het geeft hem geluk, dat zeg je mooi. Ja. Hoe was de ontwikkeling met het paardrijden? Hoe was het eerst? Nou, voordat we dit zadel hadden, moest hij helemaal alleen op een dekje. Dit is een ander dekje dan maar gewoon een dekje met een singel. Nou, dan ging hij sneller een beetje in elkaar zitten en moesten we echt met z'n tweeën hem gewoon goed stevig vasthouden. En nu we dit een nieuwe zadel hebben, kan hij eigenlijk redelijk goed zelf blijven zitten. We houden hem nog wel een beetje in de gaten, omdat we natuurlijk niet dat hij valt. Maar eigenlijk gaat het steeds gewoon beter en kan hij steeds meer zelf rechtop blijven. En gaan zijn benen ook steeds meer ontspannen. Dus dat is echt super om te zien. Wat kan Happy Riders allemaal voor dergelijke kinderen betekenen? Ja, Happy Riders doen heel veel al. We hebben nu een opstapronde gekregen, zoals jullie gezien hebben. Dus dan kunnen ze met de rolstoel erop. Nou, je hebt nu een aangepaste zadel. We hebben, proberen nou wat meer promotie te maken, dat we gewoon wat meer kinderen nog de weg kunnen vinden naar Stal Groenendaal. Ja, en de grootste wens is nu nog een tillift, want je merkt dat met de tillen, we hebben nou een sterke papa erbij, maar gewoon voor ons is het best wel zwaar om ze elke keer omhoog te tillen. Dus dat staat nog op het verlanglijstje. Succes, want je doet het geweldig. Nou, dankjewel. Dat was ook super om te doen, dus. Het is wel heel leuk. Als je dit hoort, het is bijna ontroerend om te zien hoe mooi dat die ontwikkeling dan gaat. En hoeveel hij kan leren. Ja. Papa Alfred is er niet bij. Hij moest werken. Er moet ook brood op de plank komen. We hebben wel een mooi filmpje van hem. Okay. Waarin hij toch ook bepaalde dingen vertelt. Ja. Even kijken naar papa. Papa van Noah. Wat betekent nou dit kereltje voor jou? Alles. Ja? Het beheerst gewoon je hele leven. Dus alles is een teken van Noah. Alles wat hij doet is van Noah. Ja, maar hij heeft zo'n grote handicap. Hoe kan dat dan? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ja? Ja. Het wordt in je schoot geworpen. Dus het is niet zo van, zou je het willen? Je moet. Ja. Dus je moet altijd verder. Je kan niet even zeggen van, nu even niet. Want Noah is er altijd. Ja. Ja, en het was natuurlijk in het begin, daar kun je gewoon eerlijk over zijn, heel moeilijk. Maar wat heeft dat met je gedaan? Ja, het heeft je hele leven veranderd. Ja. Dus wat het met mezelf gedaan? Eigenlijk niet veel, want ik zou niet weten of ik anders zou ontwikkelen. Ja, maar ik denk wel dat je breder denkt, rijker bent geworden, ondanks het feit dat je gehandicapt is. Je hebt wel... hoe moet ik dat makkelijk uitleggen? Het is, je leert veel meer van het leven te genieten. Van elk moment in het leven. Je leert ook... hoe moet ik dat... Ik weet eigenlijk niet zo goed of je dat uit moet leggen. Maar alles wat hij doet, ben je heel blij mee. Want net als met de oudste van ons. Die op een gegeven moment als hij gaat lopen. Dan denk je, hij loopt. Als je begint te lachen, dan zeg je, hij lacht een keer. En de volgende dag, dan denk je van, het is normaal dat hij weer lacht. Maar met Noah was het zo, hij lacht een keer. Maar zou hij het de volgende dag weer doen? Dat weet je niet. Dus je leert van elk moment gewoon te genieten. En het is voor jezelf een hele hoop inleveren. Het is een hele hoop bijvoorbeeld hobby's of dingen, dat zit er als niet meer in. Daar krijg je tijd voor. Het leven draait om Noah. Ja, in principe wel. Noah en dan nog een klein stukje gezin. Voorheen is het gewoon je gezin. En nu is het Noah en dan een stukje gezin. De rest komt vaak op de achtergrond. En daar moet je ook heel goed opletten dat de andere kinderen niet op de achtergrond komen. En daarom hebben we dus ook, mijn zus die past vaak op. En dan hebben we dus bepaalde dagen van, nu is het gewoon tijd voor Brian of Enya of... Ja, even quality time voor de rest. Ja. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja, best wel heftig als je dat zo ziet. Geertje, jij ziet het ook voor je ogen. Wat doet het met zo'n gezinnetje? Die heeft ermee leren leven. Maar af en toe dan denk ik, wat heb je toch ook weer zwaar. Hè? Er zijn natuurlijk ook wel hele zware dagen tussen. Ja. Want die is natuurlijk altijd niet lief. Want die kan ook heel boos wezen. En dat ik dan ook Luzette wel eens hoort van, je hebt me zo geknepen. Of ik kan helemaal niks met hem. Dan denk ik, wat heb je toch ook weer zwaar. Dus dat vind ik ook wel eens moeilijk, hoor.
Ja, en, ja dat, dat gun je natuurlijk je kinderen niet, want je wil je kinderen alles het beste hebben. Nee, en aan maar de andere kant, zoals papa zegt, hij beheerst eigenlijk het hele gezin. Ja. En ook oma en opa. Maar daarentegen ben ik er heel erg, toch heel erg gelukkig met hem, want je geniet toch altijd wel met hem. Dus, kijk, als hij komt, is altijd oma. En dan moet oma alles doen en daar, daar geniet ik ook van. En, je krijgt oma natuurlijk altijd wel weer heel klein, dus oma doet wel alles voor hem wat ik kan. Ja, of zeg ik, dat doe ik niet. Maar... Of zeg ik, ik doe dat niet en zegt Luzette nou eens kunnen kijken hoe lang ze het volhoudt. Dus, ja, je zit zo leuk met Annie op schoot. Je hebt gezegd, Luzette, van we hebben Brian nog, maar je hebt ook Annie. Ja. Vertel eens een klein beetje in kort. Wie is Annie? Annie is mijn pleegdochter. Ja. En die ze was bijna 3 toen ze bij ons komen wonen. En inmiddels is ze 10. Dus al een hele tijd. Ja. En ze is een dochter voor ons. En ze is een zusje voor Noah. Ja. Dus dat... Dus toch wel een bijzonder gezin. Hè? Annie, wat is dat voor jou? Een broertje? Maar hoe vind je het dat hij toch wel gehandicapt is? Ik vind het eigenlijk gewoon normaal. Want ja, je bent het gewend. Ja? Ja. Is hij wel een leuke broer of is hij ook wel eens een beetje... Hij is wel heel leuk meestal. En als je verveelt, kan je altijd met spelen. Maar soms doet hij me ook wel pijn. En dan word je eigenlijk boos. Maar dan weet je ook ergens wel dat het niet kan. En dan, ja. Dan ben jij 10 jaar en jij weet al dingen die sommige oudere mensen niet weten. En dat komt eigenlijk een beetje door Noah. Ja. Noah, die leert je ook veel. Heel lief van je. We gaan nog even naar het kleine filmpje kijken van papa die een vertelmachine heeft gemaakt. Want die vond ik zo mooi. Hij is net Willy Wortel. Hè? Ja, dus papa is dan onze Willy Wortel. De mama Willy bedenkt Wortel. En papa maakt het. Ja, de vertelmachine boven het bed. Boven het bed, ja. Dat is echt heel erg leuk. Zo even te zien. De wijst en andersom. Ze zijn de allerbeste vrienden en delen alles samen. De geheime hut. Onder de brede trap in het trappenhuis hebben Sam en Julia een geheime hut gebouwd. Hij kent hem meteen, hè? Hij weet het meteen, Dat is heel bijzonder, want jullie hadden er niks van verwacht. Maar hij kent namen, hij zei vanmorgen mijn naam. Ja. Ik vind het heel bijzonder, hij leert ook gewoon bij. Hij leert, elke dag leert hij nog dingen. Ja, Noah neemt jullie hele leven in beslag. Ja. Gelukkig heb je af en toe oppas, hè, dat je even eruit kunt. Maar ik heb een hele goede oppas en dat is mijn schoonzus, Evelien. En elke woensdagmiddag uit school, dan gaat hij meteen naar de tante Evelien toe. En is heel graag. En als we op vakantie gaan, dan logeert Noah bij tante Evelien samen met Enya. Dus in die malen van gezin neemt ze over. En dan kunnen wij even bijtanken. En dat is echt nodig. Echt nodig, Dus dat zijn we echt heel blij en heel dankbaar mee dat we die hebben. Tot slot, hoe zien jullie de toekomst? De toekomst, dat is moeilijk. We leven bij de dag. En elke dag is nieuw en elke dag is anders. En je kan eigenlijk niks plannen. Want als je plant, dan weet je zeker dat dat in ieder geval niet gebeurt. Dus de toekomst, ik weet het niet. Ik hoop nog heel lang van hem te mogen genieten. En van mijn gezinnetje te mogen genieten. En, En wat heeft het nou met het geluk in je gezin gedaan? Het thema is geluk vandaag. Oeh, wat geluk. Het is een heel ander soort geluk. Ik zeg altijd, het is echt geluk. Het is puur geluk. Als ik naar Noah kijk, Noah is puur. Noah is echt. Ja. Als Noah blij is, is hij echt blij. En als hij boos is, is hij echt boos. En als hij gelukkig is, is hij echt gelukkig. En dan maakt hij ons ook allemaal gelukkig. En soms als ze wel eens niet gelukkig zijn of we zijn verdrietig en we kijken naar Noah, dan denk ik van, goh. En dan ben je eigenlijk meteen weer gelukkig. Dan denk je, ja jongens. Dus ja, hij doet het is zwaar en moeilijk, maar hij brengt ook heel veel geluk en heel veel liefde. Het is, ik kan niets vergelijken. Ik denk dat dat een heel mooi besluit is van dit prachtige gesprek. Bedankt voor jullie openheid.